Herman Kruider en tijdgenoten. Onder deze naam gaat een tentoonstelling van moderne Nederlandse schilderijen op tournee door Europa. Voorzitter van het organisatiecomité is Jan Wiegers, die hier met Piet Wiegman, een der inzenders, de schilderijen controleert voor het inladen. Jan Sluiters en Mathieu Wiegman ontdekken nog een lijst die niet helemaal gaaf is en nog even snel gerepareerd moet worden. Naar het buitenland gaat van Charlie Toorop onder andere dit stilleven. Van Herman Kruider zijn dahlia's en hyacinten. Van Chabot dit zelfportret. Verder werken van Charles Eyck. En Jan Sluiters. Van Konrad Kikkert. En van Mathieu Wiegman. In totaal ruim 60 doeken die voor het eerst op de rondreis in Brussel te zien zullen zijn. Dick Elfers ontwierp het affiche voor de tentoonstelling. Het Stedelijk Museum in Amsterdam was het verzamelpunt voor de schilderijen die door particulieren en musea werden afgestaan. Van hier beginnen zij hun Europese reis, die geschiedt onder auspiciën van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De schilder Max wilde er graag zelf bij zijn toen zijn werken werden ingeladen.